Hallo mensen van Darkseid, welkom bij deze nieuwe aflevering in mijn serie Nostalgisch Goud. Een serie waarin ik een kijk terugneem op die games die in het verleden een heel speciaal plaatsje in mijn hart hebben veroverd. Die games die in het verleden veel hebben betekend voor mij. En vandaag is niks minder dan Minecraft aan de beurt, dus blijf zeker kijken tot na de intro. Wat dan Minecraft exact is, moet ik natuurlijk niet uitleggen, hoop ik. Het is waarschijnlijk de meest gespeelde game op YouTube. Dus ik ga je niet zitten uitleggen wat dat Minecraft is. Wat ik wel ga doen, is jullie even zo'n beetje rondleiden. Wat dat mijn ervaringen in-game geweest zijn. Wat dat de game voor mij betekend heeft. Waarom dat het zoveel voor mij betekend heeft. En zo'n beetje waarom dat ik stopte, zal ik ook wel een beetje op het einde onthullen. De game Minecraft heb ik leren kennen toen het nog in beta 1.2 versie was. Dat was dus in januari van 2011. En ik heb het voor het begin zo'n beetje leren kennen, zoals dat veel mensen dat eigenlijk leren kennen hebben in die periode. Toentertijd was dat nog niet zo'n grote game. Het was echt wel al aan het vertrekken via YouTube vooral. Maar het was zo nog niet echt wat het vandaag de dag is, dat het echt literally everywhere is. Het was echt wel nog een game die je moest zelf opzoeken om eigenlijk echt tegen te komen. Dus ik had die al een paar keren op YouTube tegengekomen. En het zag er wel een creatieve game uit, maar voor mij was er zo nog niet echt dat klikmoment van oké, dit is echt een game dat ik wil spelen. Dat klikmoment kwam er eigenlijk voor mij pas halfweg januari al zo, zoals ik al zei, toen ik een video tegenkwam, want ik zat mij zo'n beetje te vervelen en ik klikte daar dus op. En het was een video op Machinima die ging over hoe dat je eerste nacht moet overleven. Hey guys, it's X and welcome to another video. This is actually my second video on Machinima. My first one was a Half-Life 2 video, and this time I'm bringing you something a little bit different. This is a video game called Minecraft, and it has been gaining some popularity very quickly, kind of like a snowball effect. Now, this is a game called Minecraft. That is a sheep, and this world is totally randomly generated. No one is going to get the same, no two people are going to get the same world when they play this game. The world is filled with raw resources, and your goal is to survive in this world, simply to survive. If we'll look up, we can see the sun there, and it's almost high noon in the world. And what's going to happen is, once the sun goes down over there in the west, or is the other way, the west? Yeah, that's the west. Once the sun goes down in the west, night is going to descend. And that's when all kinds of evil things come out. You've got skeletons, zombies, large jumping spiders, and I mean big, these guys are huge. All kinds of very nasties and creepy crawlies that all want your blood are going to spawn. And so your goal in the first day in Minecraft is to make sure you have a shelter so that you can survive. En toen zag ik zo dat survival aspect van die game, dat je zo echt zombies moest wegvechten en zo, dat je zo je eigen basis moest maken eigenlijk voor veilig te zijn en zo. En in die tijd waren er nog geen bedden, dus dat was echt wel een aspect van het spel dat het heel spannend maakte in die tijd. En dan keek ik zo wat verder rond en zag ik zo dat bepaalde mensen echt kastelen gemaakt hebben, dat ze met pijl en boog waren aan het vanschieten zo voor die zombies weg te vechten zo, s'nachts in het midden van de nacht, want je had geen bed, stel het u voor. En dat maakte dus de game heel heel spannend en dat zag er gewoon heel interessant uit. Die day-night cycle zag er interessant uit en dat blokkige aspect ervan, ja, dat ziet er een beetje belachelijk uit. Maar eenmaal dat je dat begint te spelen, dan ziet je echt wel dat het eigenlijk nog wel een bepaalde charme heeft. En als je daar weet over te kijken, over die blokkige graphics, dan hebben die landschappen echt wel nog een bepaalde pracht eraan, omdat dat allemaal volledig random gegenerate is. En in die tijd was zo'n grote randomly generated world, zo echt een gegenereerde wereld die echt oneindig is. In die tijd was dat echt wel iets dat in geen enkele andere game tegenkwam. Er waren heel veel grotere games in die tijd wel, vooral MMORPG's. Maar geen games die echt een oneindige wereld hadden, die echt gegenereerd wordt naarmate dat je verder gaat. Dat was echt iets dat die game heel, heel creatief maakte. Minecraft was echt een game die we allemaal nog nooit gezien hadden. En toen dat dan mijn favoriete RuneScape-YouTuber, NightmareRH, op zijn tweede kanaal met een Minecraft-serie begon, ook in januari nog, amper weken nadat ik die andere video's tegengekomen was, toen was bij mij echt wel de maat vol. Toen moest ik weten, waar de fuck gaat in een game over? Ik moet dat hebben. Most likely going to keep this place in the HQ. Reason being is because it's on top of a cliff, which is a perfect place.
My spawn is not too far from this. Not to mention, there's 4 caves surrounding this place. Dus ik heb een versie van Minecraft gepirateerd. En zoals dat ze zeggen, de rest is history. Ik viel echt wel in love met die game. Dat was een van de enige games in de periode dat ik actief was in RuneScape. Die me van RuneScape heeft weten weg te trekken. Dat was echt wel een game die me heel sterk gegrepen heeft. Dus een game die mij zeker een aantal maanden toch echt wel heeft weggetrokken van RuneScape, en dat is echt wel een prestatie die niet veel games op hun naam kunnen schrijven. Tegen juni van dat jaar had ik tot in die mate plezier gehad dat ik de beslissing nam om voor 20 euro de game te kopen, ondanks het feit dat de gekrakte versie voor mij vlekkeloos werkte. Ik had echt wel zoiets van, kijk, die gasten verdienen die 20 euro van mij, die game is zo goed, die game was echt fantastisch, dat survival aspect ervan vond ik heel goed, dat beviel mij echt wel heel goed. Zo die originele artstyle beviel mij, vond ik echt wel een enorm interessante games, hoe dat je zo in cave systems en al kon exploren en daar ores verzamelen om daar betere gear van te maken en zo. Je kon dat zo je eigen basis te maken, dat was ook iets dat ik heel graag deed. Zo echt wel dingen bouwen in die game met dingen die ik zelf verzameld had, was ik altijd heel trots op. Ik heb zo bijvoorbeeld echt wel 2 grote torens gemaakt, zo tot wat toentertijd maximum hoogte was, dat is later natuurlijk verhoogd. Wel, in die tijd waren er natuurlijk ook wel al bedden tegengekomen tegen die tijd. Dat was natuurlijk wel, op een manier was dat positief, maar op een andere manier verliesde dat ook wel om die manier een beetje een survival aspect ervan. Dus daar was ik een beetje mixed bag over. En op die moment ben ik ook met iets anders begonnen rond Minecraft. Rond die periode ben ik namelijk begonnen met mijn Minecraft kanaal DJ Films Minecraft. Dat was een van de eigenlijk, samen met RuneScape was dat eigenlijk de enigste game die ooit mij echt volledig genoeg geïnteresseerd heeft om daar eigenlijk een heel kanaal rond te stichten. En op dat kanaal heb ik echt heel veel Minecraft video's gemaakt. Ik heb in totaal zeker over de 200 Minecraft video's gemaakt, elk van bijna 15 à 20 minuten, waarvan 80 met mijn goede vriend Thomas. Ik heb bij hem echt wel heel plezante tijden meegemaakt op Minecraft, dus ook het multiplayer van aspect van het spel beviel mij echt wel. Ik heb met hem ook een heel aantal survival maps gedaan. Dat was een hele leuke afwisseling. Er zijn hele leuke video's uitgekomen. Ik heb heel veel beleefd met hem in Minecraft. En dat is echt wel zo'n game waarin ik heel veel mooie herinneringen heb van momenten dat ik verschoot van dingen en zo. Van mooie momenten dat ik iets vond dat heel mooi was. Ik heb ooit eens 8 diamond blocks bij elkaar gevonden. Dat was echt wel spectaculair. En op die manier heb ik nog honderden andere herinneringen aan die game. En dat is grotendeels waarom dat die game zo'n speciaal plaatsje in mijn hart heeft veroverd. Dat was echt zo'n enorm leuke, spannende game die echt super origineel was. En ik moet echt wel zeggen, als jij een van die mensen bent die Minecraft nog altijd geen kans gegeven hebt, doe het zeker. Minecraft is echt zo'n game die je moet gespeeld hebben om te begrijpen waarom dat het zo goed is. Dus geef het zeker een kans. Nu, waarom ben ik met de game gestopt als ik het zo een spannende, goede game vond waar ik zoveel met vrienden plezier in gehad heb? Wel, ik moet eerlijk zijn dat ik dat nooit echt volledig geweten heb. Maar wat ik persoonlijk erover denk is, ik ben gestopt, dacht ik, ergens eind 2012 denk ik, of niet, eind 2013 was het, oktober 2013. Toen ben ik langzaam zo'n beetje beginnen stoppen, alhoewel dat ik niet echt een bepaalde moment had waarop dat ik gezegd heb van kijk, ik stop er nu mee. Het was zo'n beetje met het uploaden van de laatste echte survival video's dat ik daarmee beginnen stoppen ben. En ik kan niet anders uitleggen dan dat de game mij gewoon niet meer interesseerde. En dat was gewoon omdat ik die game op dat punt zoveel gespeeld had. En mods interesseerde mij zo niet echt. Ik vond dat gewoon niet zo plezant. Texture packs vond ik wel plezant. Maar naast Optifine gebruikte ik totaal geen mods. Dus ja, de game had zo'n beetje zijn charme verloren. De magic was voor mij gewoon een klein beetje gone op het einde. Maar mensen, hier ga ik deze video afsluiten. Laat zeker weten in de comments section wat dat jij vindt van Minecraft. Hebt jij er mooie herinneringen aan? Laat ook zeker een like achter als je de video een beetje goed vond. Subscribe zeker op dit kanaal. Als je in de toekomst meer video's van mij in je inbox wil zien verschijnen. Ik maak heel veel soorten video's. Zowel in gaming, technologie als in de IRL video's stijl maak ik heel veel verschillende soorten video's. Dus subscribe, like en bekijk ook zeker mijn andere video's op dit kanaal. En hopelijk tot
de volgende keer.